Wat komt er op je af als een medewerker langdurig ziek wordt? Hoe ga je hiermee om? Wat kost het en niet onbelangrijk? Hoe voorkom je verzuim? Samen met experts van Centraal Beheer beantwoorden we die en andere vragen de komende weken in de Ondernemer Live. Zie het als EHBV, eerste hulp bij verzuim. Vorige week spraken we Ralf van Dam en hadden we het over de effecten van verzuim op jou als ondernemer en je organisatie. Vandaag duiken we in de ware kosten van verzuim. Daarvoor is aangeschoven Tessa Reuvenkamp, verzuimspecialist bij Centraal Beheer. Tessa, welkom. Dankjewel. Ja, jij bent verzuimspecialist. Ik moest gelijk denken, ja, als iemand op een verjaardag nou vraagt wat jij voor je werk doet, wat zeg jij dan? Dan vertel ik dat ik ondernemers help bij het in kaart brengen van de risico's van verzuim en het meedenken over de oplossingen daarvan. En dat uiteindelijk natuurlijk vertalen in een verzekeringsoplossing. In een plan eigenlijk om hiermee om te gaan, ja. Denk ik dan, hè, met dat verzuim. Ja, ik vind het, en dat had ik ook wel een beetje tegen Ralf vorige week gezegd, ik vind het ook wel een beetje containerbegrip, hè, verzuim. Wat houdt het nou precies in en hoe groot is dit probleem? Verzuim houdt in dat medewerkers ziek zijn en dat kan op allerlei vormen. Dat kan natuurlijk psychisch verzuim zijn, dus dat je uitvalt door een burn-out. Maar dat kan natuurlijk ook iets fysiek zijn. Dus het breken van een been of rugklachten bijvoorbeeld. Het verzuim is natuurlijk heel erg gestegen afgelopen jaren. Zeker naar aanleiding van corona. Ja. Dus je merkt echt wel dat het nog steeds een groot probleem is. Dat zeg je even met een bijwoordje. Dat is natuurlijk heel erg gestegen. Dan ben ik benieuwd waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit de cijfers van de CBS. Voor de corona lag het gemiddelde verzuim ongeveer op 3%. Als je kijkt naar de huidige cijfers, ligt dat echt wel rond de 5 à 5,5. En leg ik dan de link met bijvoorbeeld long COVID? Of zijn er andere klachten dan die daar? Andere klachten die spelen natuurlijk ook mee. Dan moet je vooral denken aan psychische klachten, waardoor het verzuim is toegenomen. Dat mensen alleen werken, eenzaamheid. Dat zijn dan dingen die bij mij, of is het ook stress? Of hoe moet ik dat allemaal zien? Ah ja. Duidelijk. We hebben een poll laten lopen op onze LinkedIn-pagina. Daarin vroegen we ondernemers wat zij denken wat een ondernemer kost als een werknemer die 40.000 euro verdient een jaar uit de running is. Dus je hebt een werknemer, 40.000 euro kost die en die is een jaar uit de running. Nou, dat vond ik opvallende antwoorden die eruit kwamen. Namelijk 10% denkt dat het je vrijwel niets kost. Dus dat wordt op één manier wel gedekt, denken zij. Een derde van de ondernemers denkt dat het om en nabij de 40.000 euro ligt. En meer dan de helft denkt dat het je een ton gaat kosten. Dus nogmaals, een jaar een werknemer uit de running die 40.000 euro kost. Tessa, het verlossende antwoord. Wat kost dat? Het kost meer dan een ton. Meer dan een ton? Ja. Dus dan heb je het over de werknemer die je kwijt bent. En ik vermoed ook de nieuwe werknemer. Ja, dat bedrag is uit verschillende onderdelen opgebouwd. Enerzijds heb je de loonkosten die je door moet betalen aan de werknemer. Je hebt een stukje werkgeverslasten. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan premies, werknemerverzekeringen die je nog door moet betalen. Daarnaast heb je natuurlijk een personeelslid minder. En daardoor wil je misschien niet dat je bedrijf stil komt te vallen. Dus moet je ook nog iemand inhuren om hetzelfde werk te kunnen doen. Nou, al met al ben je dan over de ton kwijt. En in jouw gesprekken met ondernemers, als ze hiermee te maken krijgen, merk je dan dat ze op de hoogte zijn van dit bedrag en deze rekensom? Niet deze formaat van bedrag. Ze weten vaak wel dat ze loonkosten kwijt zijn, maar daar houdt het dan eigenlijk ook wel bij op. Ja, en ze denken niet vaak verder aan de gevolgen daarna. Dus wat als iemand is uitgevallen? Ja, wat betekent dat dan verder voor mijn bedrijf? Ja, en dat blijkt dus ook wel uit die poll, hè, dat bijna de helft dus denkt dat het eigenlijk ophoudt bij het uitbetalen van het salaris van de uitgevallen werknemer. Ja, of dat het dus een heel is en dat wellicht de overheid het dan voor je oplost. En uit die droom wil je luisterende ondernemers wel even halen, denk dat ik. Dat is de bedoeling. Ja. Leg die bedragen eens uit. Want dat klinkt nu misschien een beetje abstract. Maar heb je bijvoorbeeld een praktijkvoorbeeld waar dat wat makkelijker uit blijkt? Ik denk dan aan een ondernemer die ik laatst heb gesproken. Dat was een kapsalon. Zij had twee vrouwen in dienst. En hier was sprake van een fysiek probleem. Mm-hmm. Nou ja, als kapster heb je natuurlijk je handen nodig. Iemand die viel uit doordat ze haar pols verzuikt had. Of, nou, ik weet het niet precies, want dat vragen we natuurlijk niet. En zij viel dus daardoor uit. Ze was 3 maanden uit de running. Nou, 3 maanden moet je dan haar doorbetalen. En daarnaast moet je misschien dus een vervanger regelen. Want je hebt allemaal afspraken natuurlijk ingepland. Nou, stel die kapster die verdient dan 20.000 euro per jaar. Ja, dan ben je zo over de 12.500 euro wel kwijt. Zeker aan het loon,
werkgeverslasten. En daarnaast moet je al contact leggen met de Arbodienst om een dossier te gaan opstellen. Nou, consult bij de bedrijfsarts kan zo rond de €200 per audiëntie kosten. En dat komt dus allemaal op het bordje eigenlijk van de ondernemer? Klopt. Ja. Want ik zit gelijk bijvoorbeeld te denken aan een sportblessure of zo. Hè? Of dat je pols verstuikt. Ook al gebeurt dat in de vrije tijd, dan ben je alsnog als werkgever daarvoor verantwoordelijk. Ja, klopt. Ja, dus stel er gebeurt wat op vakantie of tijdens het sporten, zoals je net zegt. Dat zijn allemaal dingen die ook onder het verzuim kunnen vallen. En als werkgever ben je eenmaal verplicht om het loon door te betalen 2 jaar. Hoe pak je dit probleem nou eigenlijk, hè, bij de wortels aan? Net viel dat woord ook al in deze uitzending. Hoe ga je nou goed om met verzuim? Het belangrijkste is natuurlijk om na te denken over preventie. Hoe voorkom je dat iemand ziek wordt? Voordat je na gaat denken over de oplossingen. Je hebt natuurlijk een oplossing, maar daartegenover moet wel staan. Hoe ga ik dit probleem beperken en hoe bepaal ik mijn risico's? En hoe pak je dat dan aan? Je kan nadenken over een verzuimbeleid. Dus hoe pakken wij als bedrijf dit aan? Daarbij moet je nadenken over de afspraken die je maakt met de medewerkers. En je kan eventueel nadenken over preventieve maatregelen. Als meedenken over de vitaliteit van de medewerkers. Of meedenken over veerkracht. Dat zijn allemaal dingen die je samen met je medewerkers kan bespreken. En ik hoor je net zeggen zo'n verzuimbeleid. Wat komt er allemaal in naar voren dan? In een verzuimbeleid spreek je samen met de medewerkers af hoe ze zich ziek melden. Welke stappen ze kunnen ondernemen. Wie de Arbodienst is. En ook hoe het verdere traject eruit gaat zien. En heb je als ondernemer ook nog echt wettelijke verplichtingen? Want we hadden het er net ook al eventjes, hè, over die regeldruk. Het kan bijna niet dat hier ook allerlei regeltjes voor zijn. Of zie ik dat verkeerd? Ja. De overheid heeft natuurlijk ook dingen bepaald die wij moeten doen. Dus als werkgever ben je in ieder geval verplicht om de eerste 2 ziektejaren door te betalen. Nou, dan is het even afhankelijk of je dat wettelijk gaat doen. Dus dat is bijvoorbeeld 70%. Heb je een cao, dan kan die leidend zijn. En anders kunnen eventuele afspraken met je medewerkers ook leidend zijn. Daarnaast ben je verplicht om in ieder geval een aansluiting te hebben bij een Arbodienst. En daarnaast moet je voldoen op het moment dat iemand uitvalt aan de stappen van de wetverbetering poortwachter. Om in ieder geval ook een boete te voorkomen, zodat je niet nog een extra ziektejaar moet door te betalen. Ik hoor het woord boete, dan gaan we mij de belletjes rinkelen. Leg dat eens uit. Ja. In de 2 jaar dat iemand ziek is, doe je aan dossieropbouwing. En als werkgever moet je kunnen aantonen dat jij voldoende hebt bijgedragen aan de reïntegratie van jouw medewerker. Nou, het UWV gaat dat op een gegeven moment toetsen. Als iemand echt dus 2 jaar ziek is. Stel, iemand is na die 2 jaar nog ziek en er wordt vastgesteld dat jij niet voldoende hebt gedaan aan de reïntegratie van die medewerker, kan het UWV beslissen dat jij nog een extra jaar het loon moet doorbetalen van de medewerker. En zijn dit dan punten waar jij op wijst vanuit jouw banen als verzuimspecialist? Dat je zegt van, hey, dit moet je wel echt in de gaten houden? Wij hebben daar case managers voor en die helpen verder met de dossieropbouwing. Daar hou ik mezelf niet mee bezig, maar ik help wel aan de voorkant om de bewustwording hierover te creëren. Een woord wat nog niet gevallen is, is verzekeren. Daar kan je tegenwoordig verzekeren tegen verzuim. Hoe werkt dat precies? Een verzuimverzekering is een verzekering die 2 componenten kan afdekken. Dus het stukje loonkosten dat je moet doorbetalen en het stukje arbodienstverlening. Zodat je als het ware in 1 product hebt die alles uit handen neemt voor jou. Zodat je zelf zo min mogelijk zorgen eraan hebt. En aan welke kosten moet je dan een beetje denken? Of dat ligt dat... Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Want dat is heel erg afhankelijk van de branche waarin je werkt. Wie heb jij precies in dienst? En ook wat zijn jouw wensen in die verzekering? Duidelijk. Dan ben ik toch wel benieuwd van hoe erg merk jij dat dit opgepikt wordt door ondernemers? En hoe zorg je ervoor dat dit onder de aandacht komt? Hoe dit opgepakt wordt onder ondernemers, dat is heel wisselend. Je hebt bedrijven die een medewerker in dienst krijgen en die er gelijk aan denken. Ik spreek ook ondernemers die na 5 jaar een zieke medewerker hebben en er dan nog niet over na hebben gedacht. Ja, en dan zit je eigenlijk wel met een probleem, want dan is het niet meer te verzekeren en dan zal het hele risico bij jou ondervallen. Je merkt wel dat het steeds meer gaat leven.
Ja, en dan is dus denk ik corona een goed voorbeeld waar dat dan dus uitkomt dat het heel tastbaar wordt, omdat je het verzuim ziet stijgen, denk ik dan. Ook inderdaad. En het wordt natuurlijk steeds meer bekendgemaakt op LinkedIn of via kranten of media dat het verzuim stijgt. En ja, dat ondernemers en ja, heel werkend Nederland hier toch echt iets mee moet gaan doen. En merk jij nog een specifiek verschil tussen ondernemers en bijvoorbeeld corporates, hoe zij ermee mee omgaan? Corporates hebben vaak een HR-afdeling. Die zijn wat beter georganiseerd, omdat die hier al vaker mee te maken hebben gehad. Dus daarin merk je dat een verzekering soms niet de oplossing is, maar dat ze dan meer kunnen gaan sturen op duurzame inzetbaarheid. Bij kleine ondernemers dan is het risico vaak wat groter. Omdat nou, als één medewerker dan uitvalt, is dat misschien al 1/3 van je bedrijf. En hoe waarborg je dan de continuïteit van je bedrijf? Dus dat is iets waar onder kleine ondernemers meer over na moeten denken. Ja, en ik denk dat zij ook er heel vaak pas over gaan nadenken als het leed al geschied is. Hè? Als dus de... Klopt, en dan is het te laat. Ja, en als je dan hoort dat het je zo 100.000 euro kan kosten, dan hoop ik toch wel dat er heel veel mensen die nu kijken en luisteren met de oren staan te klapperen, dat ze dat nu toch wel echt een keer weten. Ja, zeker. Tessa, laten we hem eens samenvatten. De 3 tips. Dit zijn de top 3 tips van... Ja, Tessa Reuvenkamp hier aangeschoven van Centraal Beheer. Laten we gaan naar de eerste. Tip 1. De eerste tip van mij is om de risico's in kaart te brengen en dit jaarlijks te evalueren, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Tip 2. Blijf in gesprek met je medewerkers om in kaart te brengen wat hebben zij nodig om duurzaam inzetbaar te blijven. Tip 3. Regel een contract bij een arbodienstverlener, zodat je op het moment dat het misgaat een goede ondersteuning krijgt. Ja, een heel duidelijk verhaal. Dankjewel, Tessa Reuvenkamp. Wil je nou meer weten over verzuim en hoe je dit als ondernemer nou echt goed aanpakt? Alle tips van Tessa zijn uitgebreid te lezen op deondernemer.nl.